Na nederlagen tegen Sparta en Jong Ajax wordt het weer hoog tijd voor een overwinning in Nijmegen. NEC zal alle zeilen moeten bijzetten om na competitievoetbal veilig te stellen. De Nijmegenaren krijgen maandagavond in Alkmaar de kans op eerherstel tegen Jong AZ. Maar Dijkstra en Jack de Gier blikken vooruit. Je hebt een flinke dag gehad om de wedstrijd tegen Jong Ajax te overdenken. Hoe kijk je er nou op terug? Vervelend. Ik bedoel... de wedstrijd die is niet gelopen zoals wij gehoopt hadden. En met name door natuurlijk, als je uiteindelijk met 10 man komt staan, dan wordt het nog spannend. En ja, je wil een overwinning, maar die hebben we niet gehaald. En als je dan verliest, ook nog op een zure manier, op deze manier in ieder geval, dat is zuur. Ja, dan lijkt het me prettig dat je gelijk 2 dagen later weer revanche kan nemen. Ja, revanche is gewoon weer een wedstrijd waarin we 3 punten kunnen halen. En daar ligt nu ook meteen weer die focus op. Je hebt niet eens eigenlijk echt de tijd om het helemaal te verwerken. En misschien is dat bij een nederlaag wel het lekkerst. Dan een jong AZ. Het is natuurlijk een moeilijke ploeg om in te schatten. Omdat het natuurlijk met heel veel verschillende spelers zijn. Dat is met jong Ajax eigenlijk. Wat weet je van die ploeg? We hebben ze vanochtend op de beelden bekeken. En het is lastig te bespelen. Team met name als ze inzakken, maken ze de ruimtes heel klein. En dan komen ze er goed en snel uit. Dus dat is iets wat gevaarlijk is. Wat je zegt, het is onvoorspelbaar. En dat kan heel positief uitwerken voor ons. En het kan ook een hele lastige wedstrijd worden. We bereiden ons voor op een hele lastige wedstrijd. Dan willen we de 3 punten meenemen. Zo zie ik AZ. Had je met Ferry Druijf een handige spion? Of heeft hij veel kunnen inbrengen? Nou, ik verwacht nog wel dat hij morgen met dusdanige informatie komt dat we... Dat we van alles op de hoogte zijn. Dus ik ben benieuwd naar wat voor informatie die morgen komt. De wedstrijd tegen Jong Ajax ligt inmiddels een paar dagen achter je. Wat moet je van die wedstrijd meenemen naar morgen? Goed. Dat je ook weer tegen Jong AZ speelt. Dat ook een ploeg is die best kan voetballen als je ze laat voetballen. En dan kom je op hetzelfde verhaal neer. Proberen om niet te laten voetballen. Het is tegen Ajax met vlagen wel gelukt en in sommige fases niet. Dat is ook logisch in zo'n wedstrijd. Daar bereid je spelers ook weer op voor. Je mist achterin Kvida, Van Heijden en Van den Berg. Ik zag Bossaerts op de bank zitten op het einde. Hoe fit is hij? Matthias is eruit gegaan uit voorzorg. Die heeft gisteren ook al wat arbeid verricht. En daar moeten we de reactie op afwachten. Daar gaan we zo meteen binnen bekijken. Voor de rest, Kvida en Van den Berg inderdaad geschorst. Van Heijden was al lange tijd geblesseerd. Dus dat gaan we oplossen op een bepaalde manier.